Dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien zijn we weer onderweg naar een weekendje weg. Bijna zouden we naar een voetbalwedstrijd gaan. Dat zullen we jullie nu niet aandoen. Roda JC Den Bosch. Gelukkig hebben we dat uit Remco's hoofd kunnen praten. Hè, Rem? Zeker. Maar we gaan genoeg andere leuke dingen doen. En daar maken we uiteraard weer even een video van voor jullie. Ik zou zeggen, let's go! Rijden we nu aardig door. Er was net wel lekker file-achtig. Nou, dat hebben jullie kunnen zien aan de beelden. We moeten nog 1 uur en 13 minuten rijden volgens Google Maps. En dan gaan we het zien. Vanavond even een hapje eten. Inchecken bij het hotel. En ik denk wel een biertje chappen, man, of niet? Dacht ik wel, ja. Dacht het wel. Daar kijk ik wel naar uit, toch, Ro? Zeker, ik heb wel dorst. Ja, maar we gaan nu niet stoppen, want we zijn nog wat aan de late kant. Dus we hebben nog een uurtje te gaan. En dan even inchecken. En dan op naar de wok. Yeah! Oh, we zijn er. Waar zou het parkeren zijn? We zijn er. Daar. Oh, dat ziet er wel heel gezellig uit, dit. Rem, zit je net te lachen? Ik ben bloedserieus. Ja, ik ook. Oké. Nou. Inchecken, Ro! Ah, lekker bezig! Oké, nou gaan we even kijken. Oh. Hof van Hulsberg, beste mensen, ons verblijfplaats voor de komende 2 nachten. Inchecken en gaan naar hem. Ja, vreemd. Ja. Ro, loop eens door. Het is dan wel weer lekker, hè, dat je even weer buiten loopt. Zo. Nummertje 7. Oeh, daar zijn we. Ro, prima kamer, hè? Picobello, hè? Picobello. Bedje? Dit zal mijn bedje wel worden, zeker. Kijk, stopcontact bij je met een tafeltje. Oh. Ja, een lampje. Nou, nee, dat is. Hey, daar heb ik nog 2. Daar heb ik gewoon een tv'tje. Nou, ja, even kijken naar het uitzicht. Even kijken wat dat allemaal doet. Ja, het uitzicht op de openbare weg. Nou, en wat doen we altijd, Ro? Wc? Oh ja, poeperettenpapier. Yes. Ja, even kijken hoor. Zal dat genoeg zijn? Even kijken. 2 volle rollen, gaan we het daarmee redden, hè? Ja. Ja? Voor een avondje. Hallo. Ah, misschien wat verouderd, Rem, maar gewoon super netjes. Toch? Hé, maar we moeten gaan. Oh shit, eten. Eten. Man, ik zeg, prima kamer, snel kamercheck gedaan. Rondlijn door de kamer is ook snel gebeurd. Ja. De wok zat ons te wachten, jongens. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik wil graag verwelkomen bij mezelf. Wok. Ja, wij jullie failliet eten. ze zullen weten ook dat we er zijn geweest. Hier ging de Amstel Gold Race voorbij, Mart. Ja, is dat zo? Ja, door Hulsberg. Ja, geen gantje? Nou, 1 jaar of 20 geleden. Ja, daar staat daar een racefiets. Racefiets, oh, racefiets. Jij denkt dat ik grappen maak. Ik denk, jij vat toe maar. Vattoes. Nee, ik krijg hem. Oh ja, wel. Ja, wel. En net niet. Ja, wacht even. Ja, wel. Ja, ik moet er even kijken, joh, zuster Zeik. Ah, kijk. Een racefiets. Ah, leuk, vind nou gezellig. Nou, mannen, ik zeg, het gaat wel goed komen de komende 2 dagen. Sterven van de honger, Zo.
Rem, ik raak hem hoor, de wok. Ja. Heb je trek dan? Ja, dacht het wel. Zeker hier parkeren. Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk het wel. Want ik denk nou, het is hier. Ja, weet ik, maar ik denk niet dat hier ruimte is. Jimpo wok, we zijn er jongens. Kijk maar, zie je, is heel weinig ruimte. We zijn er. Ja, dan moet je even terug. Oeh. De wok. Cola. Heb je dat van elkaar gekregen, Rem? Ja, snel naar buiten rennen, dan ben je klaar. Ja, hè? Ja, hey, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de hotelbar al gesloten is bij ons. Ja, dat is waar, ja. Hey, maar mannen, lekker gegeten, hè? Ja, ik zit echt vol. Ik zit echt vol, ja. Kijk. Lekker de auto in naar het hotel. Kan je die blurren? Ik blur niks, dat weet je. Zo, ik gooi dit even erin hier. Goedemorgen dames en heren, tweede dag van ons in Hulsberg en we zijn een beetje aan het koekeloeren wat we vandaag gaan doen. Dat is mooi, hè? Altijd op de Bonnefoy iets een weekendje plannen en dan gewoon lekker op de hotelkamer kijken wat we gaan doen. Hè? Kijk, neem de kijkers ook even mee in het weer, Mort. Even kijken. Als ik mijn camera me niet laat donderen. Ja, weet je, de pest is, het is nu wel droog. Voor eventjes. Maar gekheid. Roger, jij had een kaart gevonden beneden. Ik had wel wat, ja. Maar ja, wat is leuk om te doen, hè? Je had het glazen huis, of glazen, wat was het, Rem? Rem, je hebt gekeken, ja, hè? Ja, maar dat was niks, hè? Het glazen huis, ja? Het Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst. Robert wilde deelnemen aan een workshop glasblazen. Ja. Meen je dit echt, Rem? Nee. Oh, godzijdank. Hij laat mij wel kijken. Ja, dat had ik ook gedaan. Hij valt af, oké. Helder voor onze kijkers. Ja. Maar goed, we hadden nog wel wat leuke dingetjes, hè? Japanse tuin, hè, Ro? Leuk, man. Hey. Leuk, hè? Mooi, hè? Japanse tuin. Ja, leuk. Heel leuk. Next. Wanneer vertrekt het vliegtuig? En dan gaat Rome in zijn eentje. Oh. Ja, steenkolenmijn. Anders laten de kijkers beslissen wat we gaan doen. Ja, dat duurt alleen nog even, voordat die het filmpje zien. Anders moeten we een poll maken op Facebook. Een poll. Op Facebook. Zullen we even live gaan? We kunnen het wel doen. Ja, maar we kunnen dat wel doen natuurlijk. Zo, een goede... Nou, daar heb ik er nog eentje. Netflix op de hotelkamer. Oh, daar teken ik voor. Met een biertje erbij. Ja. Jongens, het is kwart voor negen. Mijn biertje gaat er altijd in als je dorst hebt. Ja. Kwart over negen. Oh, kwart over negen. Sorry. Laten we dat de elf zit in de klok, dus het kan. Nou ja, wij gaan nog even verder. Ja. Remco zit druk op de tablet. En dan gaan we even kijken. En we laten uiteraard nog even weten wat we gaan doen. Ciao! Nu al. Take one. Take one. Haha. Dames en heren, goedemorgen. We zijn naar Uiteris Witterook. En ja, we gaan zo meteen eerst richting het Drielandenpunt, zeg ik dat goed? Ja. Daarna bezoeken we het zuidelijkste puntje van Nederland. Ja. Zeg ik ook goed? Ja. Daarna ongetwijfeld iets van lunch, broodje, weet ik veel wat. Zoiets. God te bezoek, whatever. En vanmiddag hebben wij een rondleiding door een bier- en whisky-stokerij. Lekker hoor. Met proeverij. Vervelend! Mensen, we gaan richting Uithoorn. Volgens mij moeten we dan nu wel zo'n beetje gaan om een beetje de tijd te. We hebben een vol programma. We hebben een vol programmaatje gemaakt. Wordt leuk. We zijn er trots op. Het wordt leuk, het wordt gezellig. En let's go. Joe! Zit hier. Mart, wil je nog iets lekkers uit de automaat? Ja, een Mars. Een Mars. Mars. Oh. Leeg. Wat misschien nog wel bijzonder is om te zien, we hebben eens even uitzicht op het, de plaats. De plaats, ja, ook onder de deur. Kijk. Ja, het regent nu. Dat is wel mooi.
Kom, we gaan. Goedemorgen, 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 zonneschijn. Wat? Mannenbier. Triest, treurig. Ja. Zou ik de auto ervoor rijden? Zou je het willen? Ja, ik loop even via het restaurant. Is goed. Dankjewel Rem dat je auto even voor rijdt. Tuurlijk. Doet hij gewoon voor ons, hè Ro? Aardig, hè? Aardig. 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 Oké, okay, even riem om doen. Verschillende dingen buiten te gaan doen. Ja. Ja. Heb je net weer gekeken buiten? Maar we gaan onszelf troosten. Ja. Dit noemen ze nou troost eten. Zo. Limburgse fly, cappuccino. En de blije bakkes. En de blije bakkes. Ik zeg, doen. Later. Later. Nou, cappuccinootje op. Ja, de regen is er nog steeds. Wij gaan nu echt door naar het drielandenpunt. Ro, loop je er ook ergens? Ik zie je niet. Ja, yes. Oké. Okay. En volgens mij, Rem, is dat wel daar ergens, hè? Daar lijkt het op, maar het ziet er allemaal heel dicht en gesloten uit. Ja. We gaan gewoon even kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik ben nooit zo snel een marathon gelopen. Ah, fatu. Nee, man. Kijk uit, Ro, er komt een auto passeren. Want dit is gewoon een grensovergang, hè, langs het drielandenpunt. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal bijzonder, joh. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja. Ik... Ik zou bijna jullie willen uitnodigen om gewoon lekker naar het volgende punt te gaan. Wat is het volgende punt? Het zuidelijkste punt van Nederland. Het zuidelijkste punt van Nederland. Kom mee. Let's go. Ja, gaat. Kom. Hoogste punt van Nederland, jongens. Ook nog even op de video. Even kijken. Ja, ja, het staat er echt. Hoogste punt van Nederland. Ja. Hoogste punt van Nederland. Ik wil ook nog even mee voor jullie. Hoeveel? 322,5 meter. Ja, zo te zien, hè? Ja, ja, ja. De ding daarmee staat er echt. Ja. Nog een week. Hoogste punt van Nederland. Pikken we ook gewoon nog even mee, hè? Kikken, man. Leuk, 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 leuk. Het meest zuidelijke puntje Nederland, jongens. Grenspaal, hier is ook precies de grens. Toch wel grappig hier even geweest te zijn. En ja, het slaat eigenlijk nergens op, maar het is wel lach. Het is wel grappig. Het meest zuidelijke puntje van Nederland. Met een mooi uitzicht. Ja, leuk. Ik heb zo'n
flauw vermoeden dat we zo meteen langs het hotel rijden waar we toen gebleven zijn in ons weekendje van Roda JC. Tegen wie speelden ze toen eigenlijk? Willem 2. Dat zou best kunnen. Die verloren Roda JC toen wel. Ja, dat weet ik niet. Maar ja, of, volgens mij was dat hier ergens, hè? Nog een stukje door. Een stukje door, denk ik. Ja, hè? Hé, hey, Hotel Ries, hier heb je ook die barbecue show zitten, geloof ik. Ja, je moet Hotel 2000 in de gaten houden, Martin. Hotel 2000, Rum? Ja, want daar zat het op loopafstand van. Ja, precies. Nou ja.